Hallo, goedemiddag. Het is eigenlijk best eigenaardig dat we het op vredesdemonstraties meestal over oorlog hebben en niet over vrede. Dus ik was van plan om dat wel te gaan doen, om het over vrede te hebben. Maar toen gebeurde er afgelopen maand toch een aantal dingen wat betreft oorlog die benoemd moeten worden. Er is in Oekraïne eerder deze maand van gesproken om Oekraïne zogenaamd het recht te geven om met lange afstandsraketten uit de NAVO doelen in Rusland te treffen. Maar dat is een verdraaiing van de zaken, omdat het niet gaat om Oekraïne het recht geven dat te doen. Het gaat erom dat Oekraïne heeft niet de mogelijkheid om die raketten te programmeren. Zij hebben niet de middelen in de vorm van satellieten en inlichtingen om doelen in te programmeren en die te bedienen. Dus in werkelijkheid zou deze situatie erom gaan dat NAVO-personeel, NAVO-wapens met NAVO-inlichtingen uit NAVO-satellieten op Russische doelen zou gaan schieten. Hoe is dat anders te beschrijven dan dat de NAVO in directe zin in oorlog zou zijn met Rusland? Gelukkig is dit niet gebeurd en daarom mogen wij hier vandaag nog met ons allen staan. De kans is aanwezig, zeer aanwezig zelfs, dat het anders niet het geval zou kunnen zijn. Daarnaast heeft Israël nu wederom zijn levensraampolitiek naar Libanon uitgebreid, waarin in een kleine 2 weken tijd al, als ik me niet vergis, duizenden doden aan Libanese burgers zijn gevallen. En het einde hiervan is nog niet in zicht. Het militaire overwicht van Israël ten opzichte van Hezbollah zit er met name in de luchtmacht. Dus de kans is groot dat we lange tijd, weken, maanden misschien, met name luchtbombardementen op Libanon gaan zien en niet een grondinvasie, want dat is het slagveld waarop Hezbollah meermaals Israël heeft verslagen. Tot zover over oorlog. En dan wil ik nu nog wat over vrede zeggen. Want na de Tweede Wereldoorlog in 1952 is met 6 landen, waaronder Nederland, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. Een van de narratieven om dit te verkopen als een stap richting vrede is dat economische integratie tussen deze landen, met name Frankrijk en Duitsland, die in de 70 jaar daarvoor 3 maal grootschalig oorlog met elkaar hadden gevoerd, omdat economische integratie de kans op toekomstige oorlogsvoering aanzienlijk zou verkleinen. Dat was een van de belangrijke narratieven waarmee de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd uitgelegd. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over de Nord Stream pijpleidingen. Dit is een vorm van belangrijke economische integratie tussen Europa en Rusland geweest, wat beide kanten redenen geeft om geen oorlog met elkaar te voeren, omdat er wederzijdse afhankelijkheid is in de vorm van gasleveringen, wat voor zowel Rusland als voor Europa gunstig was. We merken het nu ook in de Europese economie. Het centrum van de Europese economie is uiteraard de Duitse industrie. En het centrum van de Duitse industrie is de Duitse auto-industrie en de Duitse staalindustrie. Beide staan op dit moment zo erg op instorten dat er crisisberaad na crisisberaad met alle brancheverenigingen uit de sectoren wordt gevoerd om te kijken hoe die domino's die staan te wankelen nog overeind kunnen worden gehouden. Dit komt niet in kleine mate door de energieoorlogsvoering die het Westen tegen Rusland voert, waarmee we met name onszelf in de voet schieten. En dat is helemaal niet nodig. De mogelijkheden om met de landen die wij als onze rivalen bestempelen economisch te integreren en dus vredig samen te kunnen leven, die liggen voor het oprapen. Neem Iran bijvoorbeeld. Nadat de Iran-deal was onderhandeld, gingen de investeringen van westerse bedrijven in Iran enorm door het dak. Er was enorm veel economische activiteit tussen beide landen. De verhoudingen die kwamen op. En het vooruitzicht van oorlog verdween steeds meer van de horizon. China wil zijn globale infrastructuurproject globaal maken. De deur staat voor iedereen open. Het is een economische integratie tussen de economieën van de wereld waar Europa even goed aan mag meedoen als welk ander deel van de wereld dan ook. En ja, dat zou dus niet alleen betekenen dat wij minder op gespannen voet met een machtige speler in de wereld hoeven te leven, maar dat ook ons meer welvaart toe zou kunnen komen. Eerder dit jaar gaf Poetin een toespraak waarin hij stelde: Europa en Rusland delen een continent. Dus we zullen op de een of andere manier met elkaar moeten leren samenleven. Nou, je hoort het, de kunst van de open deuren intrappen, dat is ook Poetin wel bekend. Daarnaast zei hij: om een centrum, globaal centrum van politiek, economie en cultuur te blijven, zal Europa op de een of andere manier de banden met Rusland en de rest van de wereld moeten aanhalen. En zei hij, dit is het allerbelangrijkste, wij zijn daar klaar voor. Dus zelfs na 2 jaar oorlogsvoering in Oekraïne heeft Poetin aangegeven dat de uitgestoken hand om samen te werken, om economisch te integreren en daarmee de vrede op het Europese continent en in de wereld te vergroten, nog steeds uitgestoken was. De allergrootste baathebbende hierbij zou niet Rusland zijn en zou ook niet Europa zijn. De allergrootste baathebbende bij dergelijke politiek in de huidige wereld zou Oekraïne zijn. Want op het moment dat Europa en Rusland elkaar bestrijden, dan is Oekraïne het slachtoffer wat ertussenin ligt en vermalen wordt. Maar op het moment dat Europa en Rusland economisch integreren en samenwerken, dan zal dat tot een opbloei van economische activiteit leiden die allemaal of grotendeels door Oekraïne zal gaan, waardoor Oekraïne daar niet alleen niet meer in de situatie van een vernietigende oorlog terecht zou komen, maar zelfs de mogelijkheid zou hebben tot enorm veel nieuwe economische ontwikkeling. Dus op dit moment hebben we als Europa 2 keuzes, 2 paden voor ons liggen die we kunnen bewandelen. Het Atlantische pad, waar we nu op zitten, is een weg van oorlogsvoering en vernietiging. En het Eurasiatische pad is een pad van samenwerking, ontwikkeling en welvaart. Dank jullie wel.